Deze zaak speelt zich eigenlijk af in Zeeland, in de gemeente Veren. Het gaat om bankhelpdeskfraude. Iemand die gebeld werd door een nepbankmedewerker en maar liefst zo'n 50.000 euro kwijtraakte. Er is al een verdachte in dit onderzoek aangehouden, iemand uit Brabant. En deze twee lieden op de bewakingsbeelden, die worden nog door de politie gezocht. Misschien dat iemand in Brabant ze herkent. Daarom aan jou de vraag, herken jij iemand? Weet je waar de politie ze kan vinden? Neem contact op via de nummers in beeld. Deze zaak speelt zich eigenlijk af in Zeeland, in de gemeente Veren. Het gaat om bankhelpdeskfraude. Iemand die gebeld werd door een nepbankmedewerker en maar liefst zo'n 50.000 euro kwijtraakte. Er is al een verdachte in dit onderzoek aangehouden, iemand uit Brabant. En deze twee lieden op de bewakingsbeelden, die worden nog door de politie gezocht. Misschien dat iemand in Brabant ze herkent. Daarom aan jou de vraag, herken jij iemand? Weet je waar de politie ze kan vinden? Neem contact op via de nummers in beeld.